Maar er is natuurlijk toch wel iets aan de hand in Nederland. En dat is dat mensen iets anders willen. Iets persoonlijkers. Op het vrij toegankelijke landgoed Westervlier in Diepenheim kun je zelf of de nabestaanden een boom uitkiezen waar je je urn wilt begraven. En die blijft daar dan voor eeuwig liggen. En dan is het opvallend hoe de ene boom ontstellend populair is en de andere die eigenlijk ook wel mooi is. Die wordt wat voorbijgelopen, maar vrije keuze. Het landgoed is particulier eigendom met verschillende eigenaren. Zij namen mede het initiatief voor de urnengedenkplaats. Nou kijk, als landgoed ga je op zoek naar hoe overleef ik. Er zijn natuurlijk heel veel kosten om een landgoed in stand te houden. En dan ga je dus ook op zoek naar inkomstenbronnen. Maar ze moeten wel passen binnen je sfeer, binnen je karakter, binnen je beleid van het landgoed. En daar vinden wij dit concept heel erg binnen passen. Nu stuit een natuurbegraafplaats nog wel eens op wat weerstand in, zoals sommige gemeentes, ook in Overijssel. Is dat herkenbaar? Heel herkenbaar, want we hebben ook ter hoogte van Losser geprobeerd op een mooi landgoed zo'n plek te creëren. En er waren niet alleen een aantal buurtbewoners die daar behoorlijke vraagtekens bij zetten, maar de provincie moest daar een hele zware vergunning voor afgeven. En daar heeft de provincie in eerste instantie een vergunning voor afgegeven, na anderhalf jaar voorbereiding, maar ook weer ingetrokken. Moest u er veel aan doen aan het bos om het geschikt te maken als urnengedenkplaats? Nee, want dat is juist het mooie van dit concept, vind ik. Het concept zit zo in elkaar dat als je hier straks wandelt, je eigenlijk niet merkt dat je op een urnengedenkpark loopt. Er zijn niet allerlei knuffels, gedenktekens of wat dan ook. Dat is een groot onderscheid vergeleken met een begraafplaats. Het blijft het karakter van het bos houden.